Jullie gaan het niet geloven, maar Movie Star Planet is weer levend. In het verleden heb ik veel Movie Star Planet video's gemaakt. Of ja, veel. Misschien 3. Jullie wilden ook meer Movie Star Planet video's, maar die heb ik nooit meer gemaakt. Het spijt me. Antwoord daarop is eigenlijk super simpel. Ik wist gewoon niet wat ik nog kon opnemen op Movie Star Planet. De game werd doder en doder en er was eigenlijk niemand die het echt nog speelde. Ik denk dat er wel nog echt 100 of 200 mensen speelden. Maar dat zijn gewoon niet genoeg mensen om echt leuke dingen mee op te nemen in bijvoorbeeld chatrooms. De chatrooms zijn de afgelopen 2 à 3 jaar echt leeg geweest. De enige chatroom die eigenlijk enigszins nog een beetje actief was, fucking skatepark. Winkelcentrum level 8 was echt de shit vroeger. Jongen, hoe ga ik beef starten? Kunt u alsjeblieft ergens anders gaan staan? Dat negeer ik. En op een dag was het gewoon helemaal leeg. Ik ben heel erg benieuwd of het nog steeds leeg is. Dus ik ga gewoon meteen even klikken. Oké, ja, het is nog steeds fucking leeg. Wauw. Vroeger was dit echt bomvol. In de motherfucking tijd van 2011 begon ik met Movie Star Planet. En dat deed ik op dit account. Ik ga het even intikken. Rosina594. Dit was mijn allereerste account. Kijk maar even wat hier staat. Juni 2011. Now what the fuck? Ik weet alle Movie Star Planet lore en alle... Het is verschrikkelijk. Maak me dood. Ik heb movies gemaakt. Oh nee, dit zijn nieuwere movies. Ik heb ook heel veel oude movies gemaakt. Ze zijn super cringe. Wil jij nou graag dat ik hiernaar ga kijken? Comment dan even in de reacties. Dan gaan we in deel 2 gaan we reageren op mijn oude movies. Dat zijn wel masterpieces hoor. Zet je maar schrap. Ik kan je helemaal meenemen in elke era van Movie Star Planet van 2011 tot nu. Maar dat is gewoon te veel. Ik ben 1 keer in mijn hele leven gehackt geweest. Maar voor de rest ben ik nog nooit gehackt. Maar was ik zelf de hacker. Ik heb in 2016 of 17 een website gemaakt waarin je dus gratis VIP zou kunnen krijgen. Ik had op jouw web lekker zo zitten typen van wil jij nou gratis VIP en starcoins? Vul dan nu je wachtwoord in en blablabla. Helemaal professioneel. Ik had zelfs een YouTube video gemaakt, want ik wist hoe ik moest editen. Had ik helemaal een YouTube video gemaakt dat ik dan zeg maar de starcoins hierboven, die liet ik dan zo zien. En dan filmde ik zo van jongens, kijk, ik heb starcoins gekregen. En dan filmde ik dus een nieuw shot en dan kocht ik snel even wat kleren dat de starcoins naar 0 waren, zodat ik kon faken dat ik starcoins... Ja, het is echt crazy. Ik heb een business gerund, want die video heeft 100.000 views gekregen. Ik kan het niet meer bewijzen. En ik kan het niet meer bewijzen omdat die video helaas is verwijderd. Daar baal ik enorm van, maar ik snap het ook. Maar ik wil dat je 1 ding weet. Jullie hebben mij echt in de steek gelaten. En nog een paar anderen ook. En nu komen jullie leuk terug. Nee, dat pik ik niet. Dit is mijn kans om te laten zien wat ik heb gedaan in de periode van 2020 tot en met nu, vandaag de dag. Ik heb artbooks gemaakt en ik ga ze je allemaal laten zien. En het kan voor sommigen echt kinderachtig overkomen. Maar dit is wat er gebeurt als de verveling toeslaat. Dit is het geheim van appelkaas. Allemaal artbooks. Dit is waarom er trouwens ook weinig YouTube-video's online zijn gekomen. Want ik stak mijn tijd hierin. Hier zit veel werk in. Kijk, Wings Club. Hoe ontzettend tof is dat? Geweldig. Ik was echt mijn jeugd aan het beleven. Ik was mijn jeugd volledig aan het herleven. Kijk, een Ariana Grande fucking artbook. Ik heb de hele Sweetener... Deze artbook is mijn allerbeste masterpiece. Met deze Lovitz stond ik in de top. De game was zo dood aan het raken. Ik krijg schokjes van mijn microfoon. Man, what the fuck? Dat 100 likes het meeste is wat je kon halen. Als je nu naar de top gaat, 400 likes. De game is echt living. Ik ga eens laten zien hoeveel likes je kon krijgen in 2013. 84.000 likes! Maar wat dacht je van de movies? De movies zijn nog erger. 282.000 watches. Hallo, grijsaapje. Dat zie je er goed uit. Kakahoer. Ik word gelijk gewoon uitgescholden. Movie Star Planet is altijd hetzelfde gebleven. Wat een lag, gast. Ik ben deze game al jaren aan het spelen in fotoslides. Ja, dit gaat goed. Dit gaat echt goed. Mr. Deluxe is hier ook. Mr. Deluxe. Deluxe dan jou. Het lagt zo hard, gast. Hallo. Weer goede Apple Cheese content. Ja, natuurlijk. Fuck ah! Add my please. Nou, even. Altijd weer dat, hè. Even rustig. Krijsaapje is echt... Why is he kinda? Tot de volgende video. En vergeet niet nog even aan je voeten te kietelen. What the